Ja, de tand van Trix. Schiphol heeft vanaf nu haar eigen Schiphol-tunnel. It's my great pleasure to welcome you to the European Aviation Summit. Deze tentoonstelling heet Klaar voor Vertrek. Dit gaat over 100 jaar geschiedenis van Schiphol. Voor olifantengras gekozen omdat het een vogelwerend effect heeft en er kunnen hele interessante producten van gefabriceerd worden. Zoals je ziet zijn het allemaal oude vliegtuigbuizen of nu vormen dus al die oude buizen samen een soort nieuw stadje. Quinten, hoi. Dan gaan we kijken op Schiphol hoe het gaat met de koffer, want dat wil jij heel graag weten, hè? Nu, deze, deze. Normaal gesproken doneren we als Schiphol 500.000 euro voor grotere projecten van alles rondom bewegen. En nu hebben we er 100.000 euro aan toegevoegd vanwege 100 jaar Schiphol. Goedemorgen, welkom op de Superburendagen. Maakt u een open hand alsof u wat aan de lucht pakt. Juist. Kijk eens jongens, dat mooi. Go. Natuurlijk ben ik zeer onder de indruk dat nou toch wel de laatste van deze MD-11's weggaat. Met een kroontje in het logo, een welverdiende kroon, zullen waardering en vertrouwen alleen maar verder toenemen. 100 jaar Schiphol is een mijlpaal voor heel Nederland. En voor de toekomst wens ik Schiphol een goede vlucht.